welkom bij weer een nieuwe aflevering van Govert's Blog. De feestdagen zijn inmiddels voorbij. Iedereen heeft zijn buikje rondgegeten, maar de buikjes zijn wat ronder dan we eigenlijk hadden gewild. De kerstdagen zijn toch echt voorbij en het moet er ook weer vanaf. Daarom hebben we hier op de redactie van Govert's Blog iets bedacht waar we jullie mee kunnen helpen. Kijk mee naar onze nieuwe reportage. Het ontbijt. De belangrijkste maaltijd van de dag. Waarom is het ontbijt nou zo belangrijk? En als je het dus wetenschappelijk gezien zou zien... Daarom zou ik zeggen, neem een high protein diet. Wil je nou weten wat het echte wetenschappelijke verhaal erachter is? Klik dan eventjes hier in de link hier naar onder. Over een link hier naar onder gesproken. Wil je kans maken op een prachtige pot met eiwitten ter waarde van 70 euro met nog heel veel andere mooie leuke dingetjes erbij? Dit is je kans. Grijp die kans. Eronder staat een link. En een enquête invullen. 5 minuutjes werk. En je maakt gewoon kans op 70 euro aan voedingssupplementen. Nou, als dat niet mooi is... Wat heb je nou allemaal nodig om een high protein diet te maken? Allereerst, proteïne. Ik gebruik proteïne van de Natural Health Company. Micellar Matrix is een mix van proteïne, langzame snelle en hele langzame eiwitten. Nou, je krijgt dan als het ware een soort trapsgewijze afgifte van eiwitten die dus gedurende een paar uur eiwitten aan je bloed afgeven. Mooi spul. Ten tweede, langzame koolhydraten en daarvoor gebruiken we havermout, oftewel Avena sativa. Na de langzame koolhydraten wil je ook snelle koolhydraten hebben om je lichaam even die kickstart te geven van de dag. De snelle koolhydraten gaan wij dus gewoon uit lekkere wat fruit halen. Bessen. Een doosje fruit, zo uit de diepvries. Niks aan te doen, hoeft gewoon, blijft eeuwig goed. Strooi het gewoon wat in je ontbijtje. Hupsakee. Dat is eigenlijk de basis van je ontbijt. Laten we gaan kijken hoe we dat gaan maken. We nemen een goede maatbeker. Zo'n als deze. Het liefst met een sterk ergonomisch handvat eraan. Vervolgens de havermout, oftewel de Avena sativa. Kijk, ik ben niet zo'n voorstander van het wegen van mijn eten. Vind ik te veel gedoe. Maar gewoon niet te veel, niet te weinig. Dan hebben we hier het handige diepvriesdoosje vol fruit. Wederom, zo. Niet te veel, niet te weinig. Dan vullen we dit bakje gewoon met water. Gewoon een beetje zo. Niet te veel, niet te weinig. Van het Amsterdamse waternet. Dan zijn we aangekomen bij het belangrijkste onderdeel van je ontbijt. Namelijk de proteïne. Er zit dan een maatschepje in. En dit maatschepje mieter je gewoon, hupsakee, zo. In dit geval wil ik niet zeggen niet te veel, niet te weinig. Maar voor jouw lichaamsgewicht is dat ongeveer 1 à 1,5 schep. Ja, als je een echte grote fan bent, zoals ik, doe je er gewoon lekker 2. Zo. Dit is dus het gemiddelde shakey. Maar als je zegt... Hey, ik ben inmiddels al een gevorderde shaker. Dan gaan we nu over op het echte werk. En dit is met name voor de mannen erg belangrijk. Testosteron. In de haver zit al een stofje wat het mannelijke testosteron omhoog kan gaan janken. Maar wij willen dat onze testosteronspiegels schroesroef gaan. Daarom heb ik een geheim ingrediënt toegevoegd aan mijn ochtendshakes. Zingiber officinalis. Ofwel gewone gember. Eigenlijk een heel normaal product. En je kan het gewoon zo lekker afbreken. Eigenlijk... Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Je neemt gewoon een stukje gember ter grootte van je duim. Gember heeft belangrijke testosteron opbouwende eigenschappen. En dat nog veel meer goede dingen. Een gewoon huistuin- en keukenmiddeltje. Met enorme anabolische potenties.
is kaneel. Kaneel vergroot de insulinegevoeligheid van de spier. Daardoor wordt er meer glucose en dus meer energie opgenomen in de spiercellen. En dat willen we natuurlijk allemaal wel. En dan voor degenen die wat moeilijker in gewicht aankomen, de zogenaamde hard gainers, heb ik een speciaal ingrediënt wat jullie geweldig gaan vinden. Laten we kijken. Het heet MCT-olie. En het wordt gemaakt uit kokosnotenolie. Wat is er zo speciaal aan? Het is een verzadigd vetzuur. Maar dit verzadigd vetzuur is niet slecht voor je. Het is zelfs goed voor je. En het is een belangrijke bron van energie. Je lichaam zal het dus niet als vet opslaan, maar gaat het als energie gebruiken voor het anabole musculaire gigantisch proces. In dit geval zou ik ook niet te nonchalant zijn met het ingieten van het ingrediënt. Laten we er gewoon eventjes een lepel bij pakken. Hupsakee. Want dit werkt natuurlijk een beetje moeilijk zichzelf naar binnen. Wat rest ons dan nog? Shaken. Dit is mijn schatje. De Philips LX 95036 is de meest krachtige shaker op aarde. 700 watt elektromotor zit erin. Dat is meer dan een klopboor. Ik zou als ik wil deze ding door de muur kunnen janken. Doe ik niet, want ik wil hem maar shaken. We sluiten hem wederom gewoon aan op het stroomnetwerk. Here we go. En wat houden we over? Een prachtig gekleurd ontbijtje door de mooie rode bessen. Boordevol antioxidanten, goede koolhydraten, goede eiwitten, goede vetten. Een beter ontbijt kan je niet wensen. Je kan dit ontbijtje rustig opdrinken en er gewoon lekker je tijd voor nemen. Maar wat je ook kan doen, is je kan hem ook gewoon naar binnen klokken en atten. Want dat doe ik meestal. Ik ga nog even verder genieten van het heerlijke ontbijtje. Ik wens jullie nog een hele fijne dag verder. En met het goede begin van de dag kan mijn dag eigenlijk al niet meer stuk. Tabé!